Hoi, hoi, daar zijn we weer. We gaan de voorpanden samen opvullen. We gaan gelijk beginnen met toer 1, week 3. Wordt gezegd, hou het werk aan de goede kant voor je. Dus is deze kant. Ik heb niet heel veel beeldruimte, dus ik moet het even zo doen. Hier zijn de schoudernaden. Die hou je naar je toe en de grannies van je af. Dan gaan we aanhechten in de hoek. Dat is hier, deze hoek. Daar gaan we aanhechten. In de ruimte zelf. Dus je hoeft nergens anders in te hechten. Gewoon voor het gemak. Daar hechten we aan. Wat zegt het patroon? Haak drie stokjes samen. Hier is je stokje. En zoals ik al eerder aangegeven, is dat niet je lus. Dat is je eerste lus. Dus daar gaan we beginnen. Drie stokjes. Dus samen haken. Dus dat is nummer 1. Dat is nummer 2. En dat is nummer 3. Wat zegt de patroon nou? Haak één stokje. Dat is daarnaast gelijk. Let op dat je niet hierin haakt, maar echt daarnaast. Dan gaan we losse stokje, losse stokje, losse stokje tot het einde doen. Tot de laatste twee steken. Ik heb nu één losse gehaakt. Sla je één steek over en doe je in de volgende een stokje. Haak 1 losse, sla 1 steek over en in de volgende een stokje. Haak 1 losse, sla 1 over en in de volgende een stokje. Haak 1 losse, sla eentje over en in de volgende een stokje. En nu, zet het patroon, haak 1 losse en 2 samen. Dus 1 losse, eentje overslaan. En in het laatste stokje. Het eerste deel en in de laatste ruimte, daar waar die 1 los is gemaakt van je granny, maak je de laatste gedeelte. Samen haken. Ik leg even mijn schaar aan de kant, want die ligt in de weg. Goed, nou zegt toer 2, haak 1 lossen. En werk draaien natuurlijk. Haak 2 stokjes samen. Ja, en waar moet je nou haken? Nou, ik zal het je uitleggen. Hier is het stukje, het lusje, het veetje van je samengehaakte stokjes. En hier is de ruimte van je 1 losse die je gemaakt hebt in de voorgaande toer. Daar maak je het tweede deel van je dubbel stokje samen. Dus dat is 1 in de losse, in de ruimte van de samengehaakte stokjes. En daar. Zo, dat zijn 2 samengehaakte stokjes. En nu zegt het patroon: haak 7 stokjes. Je gaat een stokje op stokje en een stokje in de losse ruimte. Dit ga je doen tot je 7 hebt. Dus daar gaan we. Dat is nummer 1 in de losse ruimte is nummer 2. Op het stokje is nummer 3. In de losse ruimte is nummer 4. Op het stokje is nummer 5. In de losse ruimte is nummer 6. En op het stokje is nummer 7. Ik moet even mijn bol pakken, want die zit een beetje vast aan mijn draadje. Zo, hupsakee. Zo, en nu haak 3 stokjes samen. Dat is 1 hier in de ruimte, losse, 1 daar. En daar zit je laatste. Dat is je derde. Dat is de van de samengehaakte stokjes van de voorgaande toer. Dus daar gaan we. Dat is nummer 1. Dat is nummer 2. Werk iets te draaien en dan zie je hier. Het veetje. En dat is nummer 3. En samen haken. Gaan we toer nummer 3. Haak 1 losse en werk draaien. Het zal niet overal bij staan werk draaien, maar dat doe je godsganse tijd, dus ik neem aan dat dat wel duidelijk is. Sorry. Goed. Haak 3 stokjes samen. Dus dat is nummer 1. Dat is nummer 2. En dat is nummer 3. 1, 2 en 3. Hopsa. Haak 4 stokjes. 1, 2, 3 en 4. En dan hou je 2 steken over. Dan zit je goed. Dus 1, 2, 3 en 4. Moet jullie even de hogere gaan hangen, jullie zakken af met z'n allen. Goh, goh. 2 stokjes aanmaken, dus
daar het werk iets draaien, dan zien we hier het veetje. En afmaken. Een losse en je werk draaien. En dan zitten we in toer 4. Haak twee stokjes samen. Dus weer idem in die lus. Dat is 1. En dat is 2. Samen haken. Staat er nog meer? Haak twee stokjes. 1. En 2. En nu staat er, haak twee stokjes samen. Weer hetzelfde verhaal. Je werk iets draaien. Dan zie je hier. Oh, zit ik verkeerd. Hier zie je het veetje. En toer 4 is klaar. Toer 5. 1 losse en werk draaien. En dan zegt het, haak 4 stokjes samen. Dus weer in dat lusje. 1, 2, 3. Iets draaien en dan heb je dat veetje weer van het samengehaakt groepje stokjes van de vorige toer. En dus nummer 4. En dan heb je 5 lussen op je naald. Doorhalen en afhechten. Ik doe het op de hupzame manier. Jullie mogen het op je eigen manier doen als je wil. Zo. Die is klaar. En als je het nou goed hebt gedaan, dan ben je ook geëindigd aan de goede kant van je werk. Kijk maar. Voilà. Goede kant van het werk. Zo. Die is klaar. Sorry. Ik ben echt hartstikke verkouden. Dus verontschuldig mij alsjeblieft. Ik heb aangegeven in het filmpje dat ook toer 10 tot en met toer 14 behandeld wordt. Ik ga deze toer niet meehaken. Ik ga hem even mondeling toelichten. Het is hetzelfde als deze, alleen in deze hoek hecht je in die hoek aan om dit hoekje op te kunnen vullen. En deze kant hecht je hier aan, in deze hoek. Dus wat je doet is je haaknaald erin steken en je lus aanhechten, maar je pakt deze hoek ook gelijk mee met je groepje van 3 stokjes. Dus 1, 2 en 3, samen. Dan heb je de eerste. Haak 1 los, haak 1 stokje, moet je wel 1 steek overslaan. Dan weer 1 losse, 1 steek overslaan, 1 stokje. 1 losse, 1 steekje overslaan, 1 stokje. En zo ga je door. Tot de laatste heb je stokje. En dan heb je 3 stuks samen haken. Ja, toer 11. Dat was toer 10 trouwens voor de dames. Toer 11, werk draaien. 1 losse en 2 stokjes samen haken. Ook weer hier. Goed opletten dat je dat lusje bent en niet hierin gaat pielen, want dat is niet te doen. Dus daarin. 1 en eentje op het stokje is 2 stuk samen haken. Dan zegt het patroon in toer, wat ben ik, 11? Haak 7 stokjes. Dus weer 1 stokje te lossen, 1 stokje op het stokje. 1 stokje in de losse, 1 stokje op het stokje. En zo ga je door tot je bij het laatste stokje bent. En bij het laatste stokje, samen met de laatste 2, maak je 3 samengehaakte stokjes. Dus eentje op een stokje, 1 in de losse en 1 weer werk draaien en die lus daarop pakken van jouw samengehaakte stokjes van de vorige toer. Nou, nu gaan we naar toer nummer 12. Werk draaien, losse ophalen en dan gaan we beginnen met toer nummer 12. Wat zegt toer 12? Haak 2 stokjes samen. Ja, hier. Weer idem in hetzelfde gaatje van jouw samengehaakte groepje van de vorige toer. Plus 4 stokjes. 1, 2, 3, 4. En hier 3 stokjes samen haken. Ook weer stokjes op stokjes. En hier met de laatste even je werk draaien. En dan heb je hier het veetje. En daar neem je de derde van jouw samengehaakt groepje van 3 op. Werk afhechten en draaien. Of 1 dus ophalen en draaien. En aanhechten in de bovenste hoek. Toer 13, 2 samen haken. Hier weer in het hoekje van je samengehaakte stokjes. En dan wordt er gezegd, haak 2 stokjes. Plus 2 stokjes samen.
ook weer iets draaien. En dan heb je je veetje hier zitten. En het draad weer afhechten. En dan ga je draaien en dan haak je 4 stokjes samen. 1, 2, 3. En de laatste, iets draaien, heb je nummer 4. En afhechten op mijn manier, op de Hupsa way or your way. Mag je zelf bepalen. Ook hier eindig je weer aan de goede zijde van het werk. Dus uitleg, goede zijde van het werk is hem zo voor je houden. Met de rug na, schouder naar je toe en de granny's van je af. Ik ga dit filmpje afronden. Ik zie aan de opmerking dat het goed gegaan is. Top, top. Yay. Ik ga het filmpje afsluiten en dan gaan we zo beginnen aan de onderkanten op te vullen. Ik heb zelf al wat voorgewerkt om niet langdradige filmpjes te maken. Ik hoefde maar eentje met jullie te behandelen en dan kun je de rest zelf. Zie, ik heb er eentje onder de schouderarm opgevuld. 1 en 2 op de rug. Even niet losdraadje. En dan ga ik hier zo met jullie het deel onder de armschat opvullen van de rechterkant. Van de rechterarm. Ja, Gerda, ga het maar proberen. Ik ga deze film afsluiten en ik zie jullie zo weer terug. Succes!